Universiteit van Nederland. In de natuur lijkt het logisch. Evolutie zorgt ervoor dat degene die het beste is aangepast en het gezondst is, het wint van de zwakkelingen. Goede camouflage, hoge snelheid of brute kracht of dagenlang zonder water kunnen. Wie de slechte genen heeft, verdwijnt. En wie de beste genen heeft, blijft over. Toch sluipt er af en toe wel een grote mutatie bij in, waar natuurlijk selectie niet zo goed mee om kan gaan. Die mutaties, foutjes, zorgen voor naaktkatten, gestipte zebra's en albinisme. Evolutiebioloog Manon de Visser van de Universiteit Leiden en Naturalis is gefascineerd door dit soort foutjes. Met haar gaat de Universiteit van Nederland op pad in de Nederlandse bossen. Op zoek naar zo'n reusachtige fout bij een heel uniek dier. Dus ik heb nu de eerste kamsalamander uit de fuik. Ja, daar word ik heel blij van. Ja, dat zijn toch wel echt mooie salamanders. En ze zijn een stuk groter dan die andere watersalamanders. En het is gewoon wat bombastischer. En omdat zij dus zo'n grote evolutionaire fout hebben doorstaan, miljoenen jaren geleden, vind ik ze gewoon heel fascinerend. En die genetische fout, die leeft dus gewoon in de Nederlandse natuur. In het DNA van de kamsalamander. Maar wat is DNA eigenlijk? Dat zoeken we uit in Artis. DNA is een code, dat zit in alle cellen van je lichaam. En dat bepaalt voor een groot deel hoe je eruit ziet, of je gezond bent of niet. En hoe je je gedraagt. De genetische code bestaat eigenlijk uit maar 4 letters. De A, de C, de T en de G, dat noemen we de nucleotide. En de volgorde in die lettertjes, die bepaalt dus wat de totale code is en hoe we eruit zien en hoe we ons gedragen. Je kan het vergelijken met een kralenketting met 4 kleuren kralen. De volgorde van die kleurtjes bepaalt wie je bent. Kleine verschillen daarin bepalen hoe wij van elkaar verschillen. Dus bijvoorbeeld in lengte of in oogkleur. En de wat grotere verschillen, die bepalen dan weer hoe wij als soort, als mens, verschillen van bijvoorbeeld andere dieren. En het is een mix van de genen van je ouders die je hebt overgeërfd. De hele genetische code van 1 individu, dus bijvoorbeeld mijn hele genetische code, dat noemen we het genoom. En een genoom verschilt ook heel erg in hoe lang het is tussen verschillende diersoorten. Bijvoorbeeld, wij hebben een vrij gemiddeld genoom bij de dieren. Er zijn ook dieren met een iets korter genoom, bijvoorbeeld insecten en vogels. Maar er zijn ook dieren die hebben een veel groter genoom. En de salamanders, dat is dus een voorbeeld daarvan. Oké. Even zodat we alle termen duidelijk hebben. DNA is de code die bepaalt wie je bent. En alles bij elkaar noem je die lange slier DNA, die reeks A, C, T en G's, het genoom. Het gekke is dat niet al die lettertjes een functie hebben. Alleen de genen hebben een functie. Dat zijn specifieke stukjes van jouw code. Tussen die genen in liggen ook stukken van het DNA die niet direct een functie hebben. En dat noemen we ook wel junk DNA. Salamanders hebben gewoon heel veel junk DNA. En zolang ze daar geen last van hebben, blijft het gewoon zo. Hè? Dus de evolutie die repareert vaak ook iets niet per se als het niet kapot is of niet schadelijk is. De natuur is daarin lui. Is iets niet schadelijk, dan kan het DNA gewoon blijven zitten. Dat is anders voor mutaties. Een mutatie, dat gebeurt wanneer het DNA zich kopieert. Dus bij de vorming van geslachtscellen, zoals eicellen en spermacellen. En over het algemeen gaat dat goed. Maar af en toe dan wordt er een lettertje verkeerd gekopieerd. Of er valt per ongeluk een lettertje weg. Of er komt per ongeluk een lettertje bij. Ja, dat noemen we puntmutaties. Misschien heb jij wel zo'n mutatie. Blauwe ogen bijvoorbeeld bestaan pas 10.000 jaar. Maar dat wil niet zeggen dat het per se een fout is. We maken eigenlijk onderscheid tussen 3 typen mutaties. Dus een mutatie kan neutraal zijn. Bijvoorbeeld als het plaatsvindt in dat junk DNA wat geen functie heeft. Dan heeft het ook geen gevolg, want ja, het maakt verder niet uit wat de lettertjes daar zijn. Je kunt ook een goede mutatie hebben, dus dat een kenmerk van een soort verbetert. Dus stel je voor, je bent een kwetsbaar prooidier, misschien een salamander. Die wordt ook gegeten door veel vogels en vissen bijvoorbeeld. En je ontwikkelt een mutatie waardoor je een veel betere schutkleur hebt en je dus kan verbergen. Dan zul je zien dat dat een mutatie is die vaker doorgegeven gaat worden, middels natuurlijke selectie. Als je meer kans hebt om te overleven, heb je ook meer kans op nakomelingen. En die hebben dan ook meteen die mutatie. Handig. Dat proces waarbij gunstige genen worden doorgegeven, heet natuurlijke selectie. Maar het kan ook gebeuren dat een mutatie de functie van een gen verstoort en leidt tot een afwijking of een ziekte of minder nakomelingen. En dat zijn dus schadelijke mutaties die door natuurlijke selectie onderdrukt worden. Want een ziek dier overlijdt, krijgt geen nakomelingen en zo verdwijnt de mutatie vanzelf. En dus zou je zeggen, geen enkele slechte mutatie overleeft het. Alleen, zo simpel is het niet. En dus gaan we terug het bos in.
waar Manon en haar collega Andres fuiken hebben uitgezet om salamanders te vangen en te bestuderen. Ik zie watersalamanders, watertorren. En dus ook die lastig vindbare kamsalamander. En wat zo leuk is aan de kamsalamandermannetjes, is dat zij hebben een kam op hun rug in het voortplantingsseizoen, waarmee ze de vrouwtjes een beetje verleiden onder water. Nou kun je het nu niet zo goed zien, omdat hij uit het water is gekomen en dan valt zijn kam eigenlijk plat op zijn huid. Dus dat is net alsof hij uit het zwembad komt. Als je haren zo plat op je hoofd zitten als je nat bent. En hij heeft een mooie oranje buik met stippeltjes. Dat is ook heel mooi bij deze wilde inheemse soort. Die kamsalamander is voor Manon zo bijzonder, omdat hij dus een enorme mutatiefout heeft die behoorlijk nadelig is. Wat er apart is aan de kamsalamander als het gaat om de evolutie, is dat de helft van de eitjes die ze leggen nooit uitkomt. En dat is vreemd, want ja, als jij ieder paar seizoen 100 of 200 eitjes legt, en daar stoppen die vrouwtjes best wel veel energie in, want ze doen dat eitje voor eitje. Dus er gaat veel tijd in zitten. Dan is het heel zonde als de helft van je eitjes bij voorbaat al niet een kans krijgt, zeg maar. En dat komt dus door een genetische afwijking. Alleen niemand had nog onderzocht, wat is dat dan, die genetische afwijking? En daar heb ik jarenlang onderzoek naar gedaan, om die mutatie te vinden in dat DNA. Met succes. Manon vond met haar collega's het stuk DNA dat ervoor zorgt dat de helft van de eitjes nooit uitkomt. Die kamsalamanders die hebben van een bepaald stukje DNA twee verschillende versies. Dus laten we dat versie A en versie B noemen. Op stukje A liggen unieke genen die niet voorkomen op stukje B. En andersom. Dus ja, als je dan stukje A of B mist, dan mis je al gewoon een hele complete set met genen. En zonder alle genen, dus die van A en die van B, kan zo'n eitje gewoon niet volgroeien. Dus heeft iedere levende kamsalamander stuk A en B. Iedere kamsalamander geeft vervolgens of A of B door aan een nakomeling. Dan is dus in 50% van de gevallen zo dat een eitje per toeval twee keer stukje A kan krijgen en niet stukje B. Of twee keer stukje B kan krijgen en niet stukje A. En dat is de helft van die eitjes die het niet redt, omdat ze iets missen. Super onhandig. En toch blijft deze mutatiefout bestaan. De eitjes die stukje A en B hebben, die hebben alles wat ze nodig hebben om te overleven. En die eitjes komen uit en nou ja, die gaan een strijd aan als juveniel, op zoek naar voedsel en naar partners. Als ze op den duur volwassen zijn, gaan ze zelf eitjes leggen. En van hun eitjes is dus ook weer de helft die A en B heeft, die komt weer uit. En zo herhaalt dat zich, zeg maar, iedere generatie weer. Het kan eigenlijk niet meer opgeruimd worden. Zo groot is de mutatie. Het zit eigenlijk vast in een soort oneindige loop. Manon wil ontdekken hoe die mutatieloop is ontstaan. Het is niet alsof als we weten wat er mis is, dat we dan die kamsalamanders gaan redden. Want ze redden het blijkbaar prima. Ook al hebben ze zo'n grote mutatie. Dus ze hebben niet onze hulp nodig of zo. Maar we willen gewoon weten hoe werkt zoiets. Zodat we de evolutie beter kunnen begrijpen. Want als we dit soort schadelijke mutaties beter in beeld krijgen en begrijpen hoe dat is ontstaan, dan leert het ons ook bijvoorbeeld over ons eigen DNA. En over hoe evolutie soms leidt tot afwijkingen of ziektes. Daarnaast leert het ons ook iets over evolutie zelf. Het fenomeen bij die kamsalamanders laat ons eigenlijk heel goed zien hoe de evolutie heel lui is en gedachteloos en vooral niet vooruit plant. Dus het is niet een perfect proces zoals mensen vaak denken. Eigenlijk is het een grote genetische chaos waarbinnen wij dan proberen orde te scheppen. En dat zit denk ik gewoon in ons DNA om dat te willen uitzoeken. Dankjewel Manon dat we mee mochten met jou het bos in op zoek naar die kamsalamander. Onze nieuwsgierigheid is weer gevoed. Het zit in ons DNA, denk ik. Ook van jou, toch? Tot de volgende. Hoi, ik ben Anouk van de Universiteit van Nederland. Wetenschap is geen luxe, maar noodzakelijk. Wij willen dat heel Nederlandse nieuwsgierigheid weer aanzet. Jij kan ons helpen. Met jouw donatie kunnen we blijven investeren in video's en podcasts. Met wetenschap voor iedereen. Nou, hoe je dat doet, zie je in de beschrijving onder deze aflevering.